was een hele lieve dame daar in wit. Die zei, ik heb die film meer dan 30 jaar geleden gezien. En dat was zo'n ontroerende film. Ik wil hem heel graag nog een keer zien om te kijken wat dat nu met... Ik zei, je bent nu 30 jaar wijzer. Dus ik ben heel benieuwd hoe die landt. En een heer verderop, die zei, die film was zo oud en ik heb die nog nooit gezien. Het wordt hoog tijd dat ik dat eens ga zien. Dus de verwachtingen zijn eigenlijk nog redelijk hoog gespannen. Het is een soort vertraagde première is het op de een of andere manier. Wat herinner jij je van die film? Nou, voor mij was het echt een unieke mogelijkheid om heel veel aspecten van een personage neer te zetten. Want het is een heel vol personage. Je begint als meisje en je ziet haar opgroeien. En, dat gaan ze allemaal nog zien, hè? Ja, worstelen en verslaafd worden. Nou ja, goed, het is een enorme volle film met heel veel verschillende aspecten voor een acteur om te kunnen spelen. En dat maakt het zo uniek, ja. Wanneer heb je die film voor het laatst in zijn geheel teruggezien? Nou, nog niet zo lang geleden, want in het filmmuseum in Amsterdam, in het AI, had Snoeska van Brakel een jubileum. En daar werd deze film weer vertoond. En dat is misschien een maand geleden of zo, dus nog niet zo lang geleden. Dus samen met de regisseur heb je die film een maand geleden nog gezien. Wat zie je dan? Nou ja, je bent altijd bang dat zo'n film die 30 jaar of 35 jaar geleden gemaakt is, dat die zeg maar de tand des tijds niet heeft overleefd. En natuurlijk is qua techniek is er nu heel veel veranderd qua snelheid, geluid en dat soort dingen. Dus je merkt wel dat het ja, een film gemaakt is zeg maar in 80, 82. Maar het verhaal blijft nog steeds overeind. En dat is natuurlijk fijn. Ze hebben een kleine montage gemaakt van jouw carrière. Dus ze hebben een filmpje gemaakt van een paar minuten van zeg maar alle hoogtepunten uit jouw toch rijk gevulde oeuvre. Zullen we daar met z'n allen even naar gaan kijken? Kan dat? Ja? Dan gaan we het even doen. Prins Wakker. Waarom zei er niks? Ja, weet je het zeker? Zeker? Heb je het gevoeld of zo? Gevoeld? Wat zou ik moeten voelen? Gek. Zullen we eerst maar eens kijken? Hé! Hey! Wat is er aan de hand? Klootzak. We hebben geen vergunning, we moeten oprotten. Die vergunning hebben we toch, die liep binnen. Gezichtje van mijn broer. Maar, kom maar even binnen, wachtmeester. Dan laat ik je vergunning zien. Ik ga meteen een bakje koffie. Oké? Okay? Tijdens die paar minuten van die fragmenten heb ik eigenlijk meer naar jou staan kijken dan naar de fragmenten. Je merkte dat, maar toch kon je niet de expressie in je gezicht zo stoïcijns houden als je eigenlijk wilde. Je keek overwegend geamuseerd en ook een beetje verbaasd. Heel veel dingen had ik of heel lang niet meer gezien of nooit gezien. Dus, nooit gezien? Nee, bepaalde scènes of verbannen uit mijn geheugen, maar sommige scènes had ik eens van, oh. Wie is die vrouw? Wie is die vrouw, ja. Ja, maar dat is het leuk als je al zo lang bezig bent dat je dan, ja. God, ja, je kan ook niet alles opslaan. Maar wat zie je dan vooral? Ik zie de verschillende rollen, maar ook wel heel erg herkenbaar mijzelf er doorheen komen. Ik zie gewoon een enorme hoeveelheid aan werk wat ik gedaan heb. En internationaal, nationaal, in België, ja. Gewoon een geschiedenis, zie je. Je ziet de geschiedenis, hè? Het is die geschiedenis die we hier vandaag zo op het schild willen hijsen, die we willen oppoetsen. En het is daarom dat het Filmfestival Oostende onwaarschijnlijk trots is dat je hier vandaag bent. En dat je hier een ster hebt gekregen in de boulevard. En we willen heel graag je een Outstanding Achievement Award uitreiken. En dat... Dat krijg je uit de handen van de voorzitter van het festival, Peter Kruijmeers. René, we hebben maar een klein stukje kunnen tonen van je rijke carrière. En ik wil
je erbij zeggen, als we een Ensor geven Outstanding Achievement Award, dan is dat ver van een Lifetime Achievement Award. Dat betekent dat we verwachten dat je nog veel werkt, omdat we nog heel veel werk van jou willen zien, maar we willen je toch bekronen voor hetgeen je al gedaan hebt tot op vandaag. Ik herinner mij René Soutendijk van in mijn jeugd en je ziet, ze doorstaat nog de jaren fantastisch goed. De laatste fragmenten internationaal meespelen in films. Dus ik vind dat deze Ensor meer dan verdient. Alsjeblieft. De mensen gaan nu naar de Van de Koelemeren des Doods kijken. Moeten ze iets weten van tevoren of een mindset hebben of een of let daar eens op of dat is de scène waar ik het meest, die me het meest dierbaar is, of zeg gewoon ga zitten en ga mee. Komen wij nog terug hierna of niet? We blijven altijd bij elkaar. Nee, maar dat is vriendelijk. Nee, ik bedoel, nou, heel graag. Maar nou ja, in zoverre, het is gebaseerd op een boek van Frederik van Eeden. Ja, het is een samenvoegsel van vrouwen die hij kende uit zijn praktijk als psychotherapeut of psychiater. Vrouwen die hij tegenkwam in zijn leven, die heeft hij allemaal samengevoegd in deze vrouw. Hedwig de La Fontaine heeft hij die allemaal, zeg maar, gevat. Ja. Ze gaat door heel veel ellende. Er zitten een aantal scènes bij waarvan ik dacht van, gaan we dat doen, gaan we dat niet doen? Die hebben goed uitgepakt. En daar ben ik heel blij om. Ik ben er trots op. En ik hoop dat het nog steeds de moeite waard is om te zien. Dus ik wens u een hele fijne avond. Een fijne avond wordt toegewenst door René Soutendijk. Wie wil dat niet? Heel veel plezier met Van de Koelemeren des Doods. Maak er een prachtige avond van. Dankjewel René. Dankjewel. Veel plezier.